Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben net wakker en ik heb vandaag voor jullie een ochtendroutine. Ik ga jullie deze ochtend meenemen. Ik ben net wakker. Ik heb de lampen aangezet en ik heb de tv aangedrukt. En ik ga heel eventjes een kopje koffie pakken beneden. En ondertussen ga ik even lekker de tv af laten spelen. Kan ik zo even kijken. En ga ik hier alles recht trekken. En daarna ga ik onder de douche. Het is trouwens 7 uur. Ik was om 4:45 al wakker of zo. 4:45 of zoiets. Dus ik heb de hele tijd nog een beetje liggen draaien in mijn bed. Ik heb veel last van mijn buik weer vandaag. Dat is wel weer jammer. Maar het is niet anders. Het is nu trouwens, ik gok 7 uur of zo. 5:07. Valt mee. Hou er trouwens wel rekening mee. Alle video's die deze maand trouwens online komen. Nog, dat zijn nu nog 2,5 à 3 weken. Zijn allemaal vooropgenomen video's. Dus ze zijn niet dezelfde week opgenomen of zo. Dus hou daar een beetje rekening mee. Maar goed, ik ga nu naar beneden. En ik ik ga koffie halen. Trouwens, even een flashback naar gisteren. Want gisteren, of een paar dagen terug, heb ik een eend gered. En hier even de beelden daarvan. Oh man, jongens. Adrenaline. Ik heb zojuist een eend gevangen. Die liep bij ons voor de deur. Die was schijnbaar, denken we, ergens tegenaan gevlogen. Want zijn vleugel die hangt ernaast. We hebben hem gevangen. Hij zit nu in een kooitje buiten. Met een mannetje. Oh, dat wist ik niet. Ik heb daar geen verstand van. Maar hij zit dus nu. Zit dus nu buiten. Kijk, daar is hij. Dus hij is eindelijk even rustig, maar we gaan hem zo dus brengen naar de vogel gebeuren. Daar. We zijn er. Sst, rustig, rustig, rustig. Ik doe niks. Ik doe niks, ik doe niks, ik doe niks, ik doe niks. Sst. Doe maar dicht. Oh, zie je nou te schijten? Ik hoor... Hallo! Goeiedag! Goeiedag! Oh, we staan... Wat is er? We hebben een eend. Ja. Gewoon bom de eend. Oh, dat is zwart hier. Ja! Geen dierenambulance. Nee! Dat dacht ik even. Nee, sorry. Ik ga hem even... Ja, is goed. Rustig aan. Je kan niet draaien. Rustig aan, je kan niet draaien. Zit je vleugel vast. Slimpie, dat kan toch niet? Ja, dat gaat toch niet? Ga even maar weer liggen. Even wachten. Ja, niet zo lelijk doen hoor. Dat zal ik pikken. Ik help je alleen. Wat is er aan de hand met de eend? We denken iets met zijn vleugel. We hebben hem bij ons op de weg in de straat eraf gehaald, want de auto's stopten er allemaal niet. En ik heb zoiets van dat hij daar helemaal plat gereden wordt. Dat vind ik weer sneu. Super. Waar heeft u hem gevonden, weet u dat? In Spijkenisse, op de buntgras. Ik ga hem even overzetten in een bakje, maar ik kan hem niet tegelijkertijd nakijken. Vanwege de vogelgriep hebben wij heel de tijd verschillende pakjes. Dat snap ik. Dus als je wil weten hoe of wat, dan kun je later altijd even bellen. Ja, oké. Okay. Sturen mag ook. Maar ik ga hem alleen nu even wegzetten en straks als ik een ander pakje aan heb, dan ga ik hem nakijken. Is helemaal goed. Want we zijn even bezig met een ander patiënt, dus we doen het allemaal hier nu niet tegelijk van. Ik ga even wat pakken om hem in te zetten. Ja. Rustig.
Dat ik al een pak open, dan ga je bij het niet of zo. Kijk, dat is ook. Ja, daar hoort niet aan. Ja. Ze willen hebben handschoenen aan, ik niet. Ja, nee, waarom? Ik ga nu weer een jas uit doen. Nee, voor de tweede. Nee, van je aan krijg je zo je bak terug. Ja, helemaal goed. Ja? Ja, ja, ik ben, hij begint al tegen de sputtel. Mister meneer Ducky. Echt, hè? Ja. Goed, ik heb koffie. De camera focust heel slecht. Dat is echt wel een ding. Maar ik heb dus koffie. Normaal drink ik eerst mijn koffie op. En ga ik daarna lekker douchen en mijn dingen doen. Maar de koffie is gewoon nog zo heet. En ik heb geen zin om de hele tijd te blijven hangen. Dus ik ga eerst douchen. Ik heb net trouwens even pijnstilling gelijk ingenomen. Ik hoop dat het werkt vandaag. Maar ik ga even douchen. Laten we dat maar even gaan doen. Goed, ik heb gedoucht. Ik ben soort van aangekleed. Eigenlijk gewoon best wel chill kleding, omdat dit gewoon lekker los zit. Ik heb deze fleece chill broek aan. Zwart shirtje met lange mouw. Ik heb nu nog gewoon mijn slippers aan, maar ik denk dat ik zo meteen lekker mijn sloffen aan doe. Mijn koffie aan het opdrinken. Oh. En ik ga, en ik ga zo mijn kamer even recht trekken. Normaal, ik doe eigenlijk elke ochtend precies hetzelfde, ook als ik moet werken. Maar, alleen heb ik andere kleding aan. Dan ga ik niet in een chill broek naar mijn werk. Dan heb ik natuurlijk gewoon een spijkerbroek aan. Maar vaak ook wel een even shirtje of zo. Dus, alleen alles gaat nu op een iets langzamer en relaxer tempo. Ik drink mijn koffie op. Dan ga ik mijn bed eventjes recht trekken. En daarna dan ga ik nog iets aan mijn gezicht doen. Nou doe ik ook niet zoveel make-up op, dus standaard dingetje. Goed, mijn haar is lekker aan het pluizen, want er zit nog niks in. Maar ik heb trouwens even wenkbrauwverf opgedaan, zodat ik het zo kan afhalen. Om hoef mijn wenkbrauw niet zo heel dik meer te kleuren. En ik heb even lippenbalsem opgedaan. Maar dit is eigenlijk alles wat ik nog aan make-up gebruik. Ik gebruik concealer. En ik gebruik de kleur Warm Toast van Essence. Die blend ik trouwens uit mijn borstel. Dan heb ik de... Ik gebruik trouwens alles van Essence, zie ik nu. Meestal gebruik ik vaak Catrice, maar nu dus niet. Ik heb een blush. Ik... Ik doe soms ook de blush op mijn ogen om een beetje kleur aan te brengen. Soms vaak niet hoor. En dan heb ik nog wenkbrauwgel en een mascara. En dan sluit ik het af met een fixing spray. That's it. Ik doe geen oogschaduw meer, highlighter en al dat soort dingen. Tenzij ik echt video's ga opnemen waarvoor ik er echt mijn klem uit wil zien. Maar anders niet. Dit is echt mijn dagelijkse make-up. Bijna niks. En dit is alles. Ik heb nu gewoon concealer op, blush, mijn wenkbrauwen en wat mascara en meer niet. Dit is alles. En ik doe zelfs mijn mascara droog is, doe ik die even... Oh. Oeps, die valt weer wat naar beneden. En als dat droog is, dan doe ik deze en dan ben ik ready. Voor een dag waarin ik niks ga doen. Maar goed, maar niet. Dat is fijn om je even een beetje op te zetten en klaar te maken. Dit bedoelt. Oh. Goed, inmiddels is het nu bijna 10 uur. Ja, het is 9:45. Ik ga zo meteen even eten. Ik ontbijt nooit 's morgens. Als ik vrij ben, dan ontbijt ik echt pas om 9:50. En als ik naar mijn werk moet, dan ontbijt ik... Vaak in de koffiepauze neem ik dan een boterhammetje of dat soort of een wafel of zo. Maar dat gaat helemaal niet om, dat wil ik helemaal niet zeggen. Ik ben trouwens oranje in het licht. Dat hoeft maar niet uit. Ik heb iets leuks. Namelijk dit besteld.
En dit is een diamond painting in de vorm van een kerstkaart. En dan ga ik die waarschijnlijk niet opsturen. Maar het leek me wel leuk om dit dus even lekker te gaan doen. Ik ga daar ook zo even een bril voor opzetten, want anders zie ik niks. Maar ik ga het allemaal even neerleggen. Even uit de verpakking halen. En maar dan ga ik ze ook even eten, eerst. Ik ga daarna wel dit doen. Maar ik dacht, ik wil even kijken hoe het er allemaal uitziet. Ik ben ook echt aan het focus, jongens. Die camera doet het ook niet. Oh, het zijn maar 4 kleurtjes. Dus dat valt hartstikke mee. Nou, dan ga ik dit zo meteen even doen. Vind ik wel leuk om even wat te doen. Anders heb ik toch niet zo heel veel te doen. En zit ik mezelf alleen maar in de weg. Ik ga zo ook even het visio-apparaat gebruiken. Die moest ik meer gaan gebruiken. Dus dat ga ik ook even doen. En ja. Dat is het eigenlijk. Ik ga nog even een YouTube-video kijken. En dan ga ik zo even lekker ontbijten. Want dat is ook nodig. Ik heb nog chocoladebroodjes en croissantjes. Dus dat is lekker. Goed. Ik ben een beetje bijgekomen. Het is namelijk zo dat mijn vader me net naar beneden riep. Met de mededeling dat Boris onder de KPS is overleden. We hebben hem vandaag naar de dierarts gebracht omdat hij een hele grote bal had aan de zijkant die heel erg is gaan groeien. Die is vandaag operatief verwijderd. Hij is daarvoor onder narcose gegaan. Het is allemaal goed gegaan. Hij kwam weer thuis. Hij heeft lekker gegeten. Hij heeft nog met Sia geknuffeld met zijn vriendinnetje. En mijn vader pakte hem op. Hij ademde in één keer raar. En dat is over. Zo raar. Kavia komt goed naar huis. En een paar uur later is hij alsnog weg. Boris was overigens onze eerste Kavia uit Nijkerk. Van de Kavia Stichting. En door Boris is die gekte bij ons doorgeslagen en zijn alle cavia's hier terechtgekomen. Boris was ook ons eerste mannetje. En ja. Boris is 2 jaar en 3 maanden geworden. Ik dacht 4, omdat ik dacht dat hij uit 2016 kwam. Maar hij komt uit 2018. Ja. Het was eventjes heel raar. Dat verwacht je niet, 's avonds. Als een beetje gezond terugkomt van de dierenarts. Ergens ben ik wel blij dat als het gebeurd was, het nu gebeurd is. En niet vannacht alleen in een hok. Hij zat apart omdat hij hechting had. Anders gaan de andere cavia's eraan knagen. Dus hij zat apart in een hok. Maar ik ben stiekem dan wel blij dat als het gebeurd is, dat het nu is gebeurd. Terwijl mijn ouders erbij waren. Mijn pa had hem namelijk vast in zijn handen toen hij overleed. Dan dat het vannacht was gebeurd alleen. En dan hadden we hem morgenochtend gevonden. En hadden we ook gestaan van wat is hier nu gebeurd. Maar nu zijn we er wel een soort van bij geweest. We zijn er voor hem geweest nog. De bedoeling was om ook nog een avondroutine te filmen, maar dat zit er nu niet in. Ik heb ook geen zin meer om mijn skincare te doen of iets. Ik ga me omkleden. Ik heb eigenlijk al een soort van pyjama aan. Maar ik ga me omkleden en ik moest eigenlijk nog mails versturen en ik moet morgen nog dingen gaan bellen, maar laat allemaal maar gaan. Het komt wel. Ik ben in ieder geval deze week nog thuis omdat ik me nog steeds niet goed voel. En nu natuurlijk ook met de reden omdat Boris er niet meer is. Zullen ook alle 13 cavia's laten cremeren. En uiteindelijk gaan we er zelf wat met het as doen. Maar dan neem ik jullie later, als het allemaal een beetje is gaan rusten, neem ik jullie daar wel in mee. En ga ik jullie daar meer over vertellen.
maar dit is heel gek. Dit had ik niet verwacht. En dit komt echt als een klap binnen. Er zijn veel voor lieve reacties al geweest op Facebook. En ik heb hem net op Instagram geplaatst. Dat ik ook wat minder actief ga zijn nu. Ik heb net aan mijn vrienden het bericht verteld. Er heeft er nog maar één van gereageerd. Dus misschien dat de rest ligt te slapen. Ik weet het niet. Maar ik heb in ieder geval van mijn vriend heel veel lieve berichten gehad. Dus daar ben ik blij mee. Ook maar goed dat nog iemand eventjes reageert. En ik even mijn verhaal kwijt kan. Maar goed. Ik ga morgenochtend wel gewoon op tijd weer op. Maar ja. Ik hou het hierbij. En ik ga slapen. Met rusten. Goedemorgen. Ik ben inmiddels wakker. Het is 11:15. Mijn wekker ging om 6:30 of zo. En toen dacht ik, nee, ik wil echt nog slapen. Ik heb slecht geslapen vannacht. En toen ben ik om 9:15 wakker gemaakt door mijn pa. Want die moest naar het ziekenhuis toe. En ik heb dan even de papegaai gedaan. Mijn moeder lag nog op de bank te slapen. Die heeft echt gewoon niet geslapen vannacht. En ik heb dus net... Ik zal de foto even laten zien. Ik heb dus net Chia gepakt. De cavia die... de cavia die gisteren niet bij hem weg wilde. Maar echt niet bij hem weg wilde. Kijk. Zo lag ze gisteren bij hem. Ze wilde absoluut niet weg. Ze heeft ook echt op hem gelegen. Ze heeft hem warm proberen te houden. Ze heeft zijn pootje al die tijd vast gehad. Ze heeft geen moment zijn poot losgelaten. Dat is echt super zielig. Dus ik dacht vanmorgen, ik ga haar eventjes pakken en even met haar kroelen. Want ik denk dat ze ook weinig slaap heeft. Nee, dat klopte dus waarschijnlijk wel. Want we lagen nog niet koud terug in bed. En ze lag al te slapen. Ze was echt heel erg moe. Ze kroop helemaal tegen me aan. Eerst in mijn nek. Toen vervolgens onder mijn borst. Lekker in mijn badjas. En ze heeft echt een tijdje gelegen daar. Ik heb haar terug beneden gezet. En ik moest eigenlijk 2 dagen geleden al badmatten halen voor de cavia's van mij. Want die kunnen nu het balkon niet op. Dus, maar goed, ik kan nog steeds de deur niet uit, dus ik laat dat gewoon lekker gaan. Ik voel me ook gewoon echt heel kloten. Ik heb overal pijn. Maar goed, het is niet anders, jongens. Sorry trouwens dat ik er zo verkrikt uitzie, maar het boeit me echt allemaal even niet. Het is gewoon echt even kut. Echt serieus. Echt heel naar. Maar goed, ik ga mijn bed maar opmaken, denk ik. Even ontbijten. Ik heb ook nog helemaal niks gegeten. Dus ja. Ik heb eigenlijk helemaal geen trek. Maar ik moet wel wat eten. Dus dat ga ik dan ook maar doen. Ik ga even mijn kamer recht trekken. En ik denk vanmiddag ook gewoon weer terug mijn bed in. Want ook ik heb gewoon niet geslapen. Ik heb warm om mijn ogen, dat is niet normaal. Ik heb echt gewoon ook geen oog dicht gedaan vannacht. Maar goed. Het is niet anders. Goed. Ik heb vandaag echt serieus een beddag gehad. Dat doe ik helemaal nooit. Maar ik had zo... nergens geen zin in. Ik heb me lekker omgekleed in de pyjama set en ik lig hier met Milo.
Nee, ik heb echt gewoon echt een hele dag gehad. We huilen hier nog steeds in huis, om Boris. Maar dat is logisch. Vooral mijn moeder zit er heel erg mee. En ik ook. Boris was echt mijn maatje. Van alles wat beneden zat buiten mijn drie cavia's was Boris. Boris en Pip zijn daar echt mijn liefjes van. Dus ik hou van allemaal, maar ik had met hun echt wel meer een band. Maar ja. Mocht het helaas niet zo zijn dat Boris hier nog was. Maar goed. Het is niet anders. Ik wil iets zeggen, maar ik weet eigenlijk niet meer wat. Het is inmiddels... Ik heb trouwens zelfs mijn ketting afgedaan. Ik had geen zin om die nog om te houden. Even kijken hoor. Sorry. Het is 3:50 al. Ik heb geen trek in eten, de hele dag al niet. Het enige waar ik zin in heb is in mijn bed liggen. En een beetje hangen. Ik denk dat er vanavond ook weinig gegeten wordt. Helaas. Ik heb trouwens een... de Nachtwacht DVD gekocht online, dat ik het online kan kijken. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik vind het wel leuk. Ik weet niet, de Nachtwacht heeft iets. Het is een Catnet kinderserie van Studio 100, maar ik vind het best wel leuk eigenlijk. Nee, we zijn nooit te oud om dat soort dingen te kijken hoor. Tot op 2 jaar geleden keek ik gewoon nog K3, dat kijk ik nu niet meer, maar ja. Ik vind het wel jammer dat Boris er niet meer is. Maar goed, ik ga de lampjes in mijn kamer aanzetten, omdat het wordt al schemerig buiten. En donker. En ja, ik weet niet wat ik verder nog ga doen. Ik denk dat ik zo meteen deze vlog ga uploaden. Of editen en dan uploaden. Ik weet het anders ook niet. Dus ja. Ik ga deze vlog eindigen. Ik hoop dat jullie de vlog leuk is anders. Maar ik hoop dat ik jullie alsnog een beetje mee heb kunnen nemen deze week. Of deze 2 dagen. Hopelijk gaat het met mij binnenkort snel beter. En überhaupt snel beter. Met alles. Hoe ik me voel en zo. Dus ik zie jullie hopelijk snel weer bij een vrolijke, positieve en leuke vlog. Doeg! En laat eventjes een duimpje omhoog achter als jullie het ook zo erg vinden dat Boris is overleden.